Ik ben zeer verheugd dat binnen de bitumenindustrie er koplopers zijn die echt hun nek willen uitsteken voor duurzame ontwikkeling. Duurzaam innoveren is een ambitie die u heeft, maar die ik zeer met u deel. Nou, dan ga ik als eerste tekenen. En dan Jan Hofmans. Ik zie Nederland zich ontwikkelen tot een duurzaam Nederland door dit soort inspanningen. Op het moment dat de mensen die nu een beetje aan de kant zitten dus dommelen en zeggen, is eigenlijk wel lekker, want ik verdien een paar centen extra, laat zij zich maar druk erover maken. En de gaten gaan maken, krijgen dat ze de boot gaan missen, krijg je vanzelf een verschuiving. Wat zij doen via deze projecten is nou exact de kern van ons duurzaamheidsakkoord. Gebruik de kansen. Zie niet duurzaamheid als een last en als een bedreiging, maar zie het als een fantastische kans. Ik sta hier, omdat ik denk dat wat hier vandaag en morgen gebeurt een hele bijzondere bijeenkomst is, waarvan je over een paar jaar misschien nog pas de rijkwijde kunt zien. Binnen onze gemeentegrenzen hebben we een bedrijf dat met zoveel verf en enthousiasme en betrokkenheid zich toelegt op CO2-reductie. Zwartgras, dames en heren, dat hebben wij genoemd alles wat plat bitumineus is. Dus een weg, een dijk, een dak. Kapotte knieën willen graag associëren met de kwetsbaarheid die we hebben. Om met vallen en opstaan telkens ergens te komen. Wij denken dat we aan de vooravond staan van een take-off. Dat betekent een doorbraak, een ontstekingsmoment. Daarna wordt het tamelijk chaotisch, duikt iedereen erop, gaat het heel snel. Wij denken dat tussen nu en een jaar dat ontstekingsmoment komt. Wereld Natuur Fonds doet al 20 jaar onderzoek naar de ijsbeer. 2007, weer onderzoek, nieuwe gegevens en 2050 zijn 2/3 van de ijsbeer aangestorven. Wij hebben gegevens voor 2008 nog niet binnen, maar ik hou mijn hart vast. En ik denk als wij zo gaan denken en als we zo natuur krijgen, dat onze buren jaloers op ons zullen worden en dat een nieuw spreekwoord van Nederland zou kunnen zijn dat het gras hier altijd zwarter is dan aan de andere kant. Eigenlijk is het ook wel bijzonder om te zien dat heel veel van wat er nu kan ook economisch kan, maar dat we het niet zien. En dat vooral eigenaren van gebouwen dat niet zien. Waarom
denk ik dat gevraagd is om aan mij om hier een verhaal te vertellen over hoe wij omgaan met klimaatbeleid in de stad. Dat is omdat wij al vele jaren eerder begonnen zijn, ingezet hebben op milieubeleid, zoals dat toen nog heette. En u weet allemaal, dat klinkt niet sexy. De financiële sector is ervan overtuigd dat de vraag naar duurzame energie zal blijven stijgen en dat het aanbod kleiner is dan de vraag. Er zijn zoveel meer mogelijkheden denkbaar als wij dat idee van Not in My Backyard ook eens een beetje verlaten en zeggen, nou ja, wat kan er ook in mijn achtertuin en voortuin in de gezamenlijkheid? Dat bedoel ik niet als als een politieke romantische uitspraak. Wij zijn enthousiast omdat ik denk, en dat is bijna zeker, dat het bouwdeel Pladak een hele grote bijdrage kan leveren in die ambitieuze doelstellingen van uw programma. Meer met minder. Duurzaamheid, hergebruikt materiaal, kunnen wij belonen, kunnen we beoordelen door middel van criteria. Dus jij gaat nu je eerste fabriek openen, maar ik ga het bedrijf straks stimuleren, om straks een tweede fabriek te kunnen openen. Wie het gelooft, maar het is al waar ook, dit is een kern waar een bitumenbalans in zit, dus waar verouderde bitumen opgewerkt is tot hoogwaardig gemodificeerde bitumen. Symbolisch zou ik je dit stukje willen geven, want we kunnen de weg niet meegeven. Wij willen in het regiogebied Groningen-Assen het mooiste woon- en werklandschap realiseren van Noordwest-Europa. En daar hebben we natuurlijk uiteraard die ESSA-groep ook weer bij nodig. Academy heeft werkelijk hele sterke fundaties nodig, heeft werkelijk ook mensen nodig die vanuit hun echte opgebouwde kennis rondom bijvoorbeeld in dit geval branddaken, maar ook wegen, maar ook dijken, maar ook bitumen, dat we daar zeer ervaren mensen als kwartiermaker naar voren zetten,
Bram, mag ik dit overhandigen? Dit is het logo van de S Academy. Dames en heren, de kwartiermaker van de S Academy, Bram Kranenburg. Hartelijk dank, Peet, voor deze uitdaging. Want zo zie ik dat absoluut. Uitdaging om S Academy op de kaart te gaan zetten. Wij willen hiermee een open platform creëren die in staat is om waar nodig politiek, technologisch en ontwikkelend te faciliteren. Creating this installation you see here. And the meaning of this installation is to be able to recycle old material. Again, saving material, saving energy. Ik heb ook proberen te begrijpen wat hier nou eigenlijk precies gebeurt. Want mensen die misschien in het vak zitten, dat is allemaal heel vanzelfsprekend voor. Hoewel als je iets nieuws maakt, zo vanzelfsprekend zal het ook weer niet zijn. Er moeten toch een paar mensen op een idee komen en de markt zien. Ik ben dan ook als commissaris van deze provincie Groningen erg trots erop. Dat wij ons profileren als energieprovincie. En dan is het natuurlijk geweldig dat ik hier kan staan met een fabriek die als eerste ter wereld een 100% bitumen recyclingproces heeft. En dat die hier in Groningen wordt opgestart. 3, 2, 1, ja, druk. Four very young future guys and girls will now come and show you what we normally use. We recycle bitumen into new membranes, new modified asphalt for road construction and new water construction. Please an applause for our future.